En dan zegt de dokter, nou weet je wat jij mag gaan doen? Hardlopen. Dus dan kijk ik toch beter hier wezen geweest, hè? Ja. In de Westsafari rijden onze verslaggevers kriskras door de regio. Op jacht naar spontane en bijzondere verhalen. Vandaag zijn Herman en Anita onderweg naar Voorhout. We gaan naar Voorhout toe. Hallo. Jij blijft zingen, hè? Hallo, vriend. Jij bent er nog nooit we geweest, volgens mij. We gaan naar Voorhout toe, nou echt wel. Maar je rijdt er niet blind naartoe. Nee, ik rijd er niet blind naartoe. Dat zou ik ook niet willen. In 2006 ging Voorhout samen met Sassenheim en Warmond. En samen vormen ze de gemeente Teylingen. We zijn op zoek naar een beetje markante voorhouter. Jan Ezel. Jan Warmerdam. Jan Warmerdam. Die staat op kerkhof bezig. Misschien steeds op kerkhof, Jan Warmerdam. Maar hij is op het kerkhof bezig. Waarschijnlijk waarom dan zou je op het kerkhof bezig zijn? Een doodgraver is het. Hij maakt die graven. Hij graaft ook gaten. We gaan even naar Jan Warmerdam. Jan hem opzoeken. Ja. Goedemorgen. Jan Warmerdam? Ja. Ja? Goed? Is dat de enige echte Jan Warmerdam? Dat is de enige echte Jan Warmerdam, ja. Want we hoorden dat u zo'n bijzonder type bent uit Voorhout. Erik, ja? Hoe kom je erbij? Nou, dat zeiden ze daar zo een beetje verderop. Een beetje verderop, zeiden ze dan. Nou, dit is hem. Jan Warmerdam is 79 jaar en is bezig met zijn laatste maanden als grafdelver. Samen met zijn maat Toon Hogervorst maakt Jan veel lol. Want er bestaat toch echt zoiets als doodgravershumor. Er is nog nooit iemand weggelopen. U heeft 700 mensen onder. Maar ze zeggen nooit wat. Nee, echt niet. Nou is er net een begrafenis aan de gang. Komt deze mevrouw hier ook te liggen? Ja, wil je dat zien? Heeft u al een gat gegraven? Ja. Zullen we gaan kijken? Ja? Nou, dan gaan we daar. Kom, gaan we even mee. Kijk, hier. Sorry, en dat heb je nu met de hand gegraven? Nee. Ja, daar ligt zand. Dat is toch hartstikke zwaar? Dan zou je dat niet doen. En dan zegt de dokter, nou weet je wat jij mag gaan doen? Hardlopen. Dus dan kijk ik toch beter hier wezen geweest, hè? Ja, maar dat is best wel diep, hè, eigenlijk. Ga je er even in liggen. Kijk de maat. Kijk de maat even nemen. Jullie zijn een beetje macaber. Nee, joh, laat ik. Denkt u zelf eens na over de dood? Over de dood? Ja, ik weet dat je langer dood bent dan levend. Dat weet je toch zelf ook wel zeker, hè? Zeker. Morgen is de Westsafari nog een dag in Voorhout. En tot slot nog even een vrolijke noot. In het doorgaans rustige en gemoedelijke dorp barst dit weekend een waar muziekspektakel los. Voorhout Proms. Wat is jouw favoriete meezinger? Meezinger? Ja, alles Nederlandstalig is lekker. Ik kan geen talen, dus ik waag me daar helemaal niet aan. Oh, de Sinterklaasliedjes. Van alles. Ik ben heel makkelijk. Ik zing met alles mee. Kom maar binnen met je... Nou ja, met je vriends. Kom maar binnen met je vriend. Oh, dat vind ik heel erg moeilijk. Misschien heb u wel even tijd. En ik krijg een heel groot cadeau. Ik hoor van de kleinkinderen natuurlijk wel meezingers. Simon en Garfunkel. Guus Meeuwers. Ik vind het nu allemaal vaak kabaal en rommelig. Hollands muziek, soul, jazz, van alles mooi. Opera, van alles. Ja, zo bekende klassieke dingen, die zing ik graag mee. Oh, ze zingen zo prachtig. Laat me horen dan. Oh jeetje. Muziek, het gaat gewoon door je leven heen. Più non si trovano famiglia amanti. Knock, knock, knock on heaven's door. So do an anime cake. Ja, volgens mij is het, klinkt aan, je klopt aan de hemelpoort. Mooi, mooi, prachtig. Ik geniet ervan. Ook een leuk idee voor de Westsafari? Mail naar westsafari@omroepwest.nl. En wie weet komen we bij je langs. Tot morgen!